Spider monkeys of kwatta-apen die als huisdier gehouden zijn, worden teruggeplaatst in de jungle. Dick Lok, trekker van het project Reintroduction Spider Monkeys Suriname, geeft aan dat het de eerste keer is dat zo'n project wordt uitgevoerd. Bij dit project zijn 5 apen teruggezet in het bos. Lok zegt dat deze apen nu worden bedreigd door illegale houtkappers in het Klein Saramaka-gebied. Spider monkeys zijn de kwatta-apen zoals ze meer bekend staan in Suriname. En de kwatta-aap is eigenlijk een soort dat laat zien dat het goed gaat met het bos. Dus het zijn soorten die echt primair, dus ongerept regenwoud nodig hebben. Dus als er spidermonkeys ergens voorkomen, dan laat dat zien dat het echt goed gaat met het woud. We zijn nu al 1,5 jaar bezig met een project om spidermonkeys die in gevangenschap zijn geweest, weer terug te zetten in het wild. En op het moment hebben wij een probleem omdat er illegale houtkap zich voordoet in het gebied waar wij actief zijn. En dit gebied zijn we eigenlijk bezig om te maken tot een beschermd gebied. Dus nu moeten we ons voornamelijk focussen op het tegenhouden van deze illegale activiteit. Lok zegt dat zij het probleem hebben aangekaart bij het Lands Bosbeheer en Bostoezicht. Die hebben op hun beurt de concessies in dat gebied ingetrokken. Ondanks dat vindt er nog veel illegale houtkap plaats. Lok heeft graag dat de regering een oplossing zoekt voor dit probleem. Op het moment doen wij er alles aan om het gebied te beschermen. En met de huidige wetgeving is dat ontzettend lastig. Omdat er nog geen wetten zijn aangenomen die dit wat kunnen vergemakkelijken. Dus het is ontzettend belangrijk dat de wet duurzaam natuurbeheer aangenomen gaat worden. Dat zal ons wat mogelijkheden geven om het gebied echt daadwerkelijk een label te kunnen geven. Op het moment hebben we wel een samenwerking met concessie-eigenaar, hebben we toestemming van het SBB. Dus in feite is het al een beschermd gebied, maar kunnen we het nog geen juist label geven. Dick Lok, trekker van het project Reintroduction Spider Monkeys Suriname. Van de 5 apen zijn er nu 2 over. Er wordt geld ingezameld om een wachtpost neer te zetten om te controleren wie het gebied ingaat.